als je nou afvraagt, hè, want dat hebben we natuurlijk in Walen, die hebben ook gezegd, ja, zo'n duur was de kerstverlichting waar ze in geïnvesteerd hebben. Dan kan ik je vertellen hoe duur de kerstverlichting is geweest bij Toverland. Ja mensen, je verwacht nooit waar we nu zijn. Nou, je ziet het misschien al. Ja, we zijn in Toverland bij Winter Feelings. Laatste weekend is dat nou. Ik heb er nou al spijt van, want het is tyfus druk. Maar we zijn niet alleen mensen. Kijk eens even. Opa Tony is erbij. Hey. Lekker. En Dutty. die heeft er ook zin in. Het is gevallen, dus daar moet je boven. En dan hebben we ook nog chauffeurtje Raymond. Mooi. Ja. Nou goed, we gaan je vandaag het een en ander laten zien. We gaan het een en ander laten vertellen. Het ziet er al gezellig uit, moet ik je zeggen. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. En ja, vandaag ga ik je veel laten zien. Misschien wel hetzelfde als in Walibi, ongeveer. In ieder geval hebben we hier al de schaatsbaan. Daarachter ziet gij een houthutje. Een hutje op de hei. Dat is, hoe heet dat hier? Anders Allem staat er gewoon op. Hè? Dan ga je even kijken, dan zie jij dat gewoon. Oh ja, maar ik vind het leuker als jij dat vertelt. Oh ja. Oh ja. Daar kan jij... van alles halen en jij wilde daar beginnen? Ja, met de afvalstrudel. Ja. En bier zo. Een koffie special en een chocomel special en ik zie een bretzel en een hotdog of zo. Dus dat kunnen daar allemaal halen, ga ik ervan uit. Dus wij gaan voor de afvalstrudel. Ik zie ook bier. Nou, goed, dan gaan we zo meteen eens even kijken. En dan gaan we eens even kijken wat iedereen neemt. Ik neem die appelsdingen niet, want ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb dat eens gegeten. Oh, baba. Ja, dat vind ik niks. Nee, ja, dat ben je sowieso geen fan van een appeltaartachtige dingen? Appeltaartachtige wel, maar ik vond deze... Oh, vanavond? Oh, verrassingje. Nou goed, dat gaan we allemaal zien mensen. De verrassingen, ze komen allemaal hier tevoorschijn in de vlog. Heb je het over Raymond, dan heb je het over eten. Zoet eten. Dus hij stelde net al voor, appelstroedel. Appelstroedel. Ja, met chocolademelk. Warme chocolademelk. Ja, dat ziet er lekker uit hier. En het ziet er ook gezellig uit binnen, moet ik zeggen. Kijk eens eventjes, er wordt hier even lekker een sausje overheen gekwakt. Ja. Als je denkt, wat is dat voor saus? Het is een smerige saus. Nou, valt mee. Schoon vernieuwde saus. Ja. Even kijken, want daar wordt de eerste hap genomen. Even kijken of die een beetje goedgekeurd is. Raymond is natuurlijk een fijnproever. Hij doet vaak de kermis e-test. Ik zie gewoon een ja. Ja? Ja, best prima. Oké. Okay. Ik eet niet zo vaak heel veel appelstroedel, dus ik kan het niet zo goed vergelijken, maar het is gewoon lekker. Kijk, Tony had dat nog nooit gegeten. Tony, wat is je eerste reactie? Ja, ik zit al honger. Ja, het zit al lekker te kwakken. Lekker. Ja. Ja? Oh. Kijk eens. Ik kan vanavond ook bakken. Oh, kijk eens. Lekker bakken. Ik hoor hier naast me ook zo. Ja, hoor ik. Ja, ja? Goed? Dat is een beetje, nee, dat is wel, zeg, een beetje zoet. Beetje, toch of niet? De tandenvlek en eruit, man. En de chocomel zo goed? Chocomel, ja, sowieso. Kijk eens even, dat is mooi. Ik heb een bretzel. En ik moet zeggen, die is ook lekker. Ja hoor. Dikke prima. Nou, we eten lekker verder, we drinken even lekker verder, mensen. Heerlijk, tot zo. We zijn mensen, het is winter, lekker warm, we gaan in een watertractie. Merlin's Quest, het is koud op de boot mensen, maar daar gaan we. We gaan het stukje dark ride in en dat is eigenlijk het mooiste van heel de attractie, dus dat laat ik je eventjes zien. Want dat vindt natuurlijk iedereen interessant om te zien. Nachtfunctie? De nachtfunctie mensen. Nou, daar gaan we. Deuren open. Ja. Wa. Open. Ja hoor. Daar gaat het. Making to tell me.
Ja. Koek, koek. De deur gaan zo meteen weer open en we gaan het laatste stukje buiten doen. Dat was hem, zou ik maar zeggen. We zullen zo meteen eens even kijken waar we dan weer naartoe gaan. Rijdt het nou niet zo hard? We hebben net Pixaris gedaan. Tony niet. Ik durfde niet. Nee, Tony durfde niet. Nou, goed, hij had gerust mee kunnen gaan, want wij hebben 40 minuten in de rij gestaan. En ik heb 40 minuten kousen laaien. En ik heb geen één keer rondgegaan omdat ik een of andere kutplek aangewezen kreeg in die molen. Verschrikkelijk. Ik heb niks aangewezen. Nee, want jij hebt ook bijna niet gedraaid. En we zijn nou niet zo blij, hè? Nee. Het is kei druk overal. Te druk. Veel te druk. En daarom lopen we een beetje vast, zou ik maar zeggen. Dus we gaan eten, zou ik maar zeggen, hè? Ja, zouden we... ik denk dat dat een goed idee is. Ja, we staan nou even in de hal. Ja. Het is gezellig druk. Nou, gezellig, laat dat er maar vanaf. Ja, laat dat gezellig maar vanaf. Het is veel te druk. Ja. Met een beetje geluk hebben we hetzelfde effect als in de Efteling. Dat het zo tegen het einde van de middag, dat al die kinderen naar huis gaan. Dus dat vind ik fijn. En dan heb je nog een paar uurtjes... dat het rustig is. Kijk, dan ook. Het is straks tijd. Ja. Ondertussen zijn we nog wel even in de hal. Hoe heet deze hal? Weet je dat toevallig? Heeft deze hal een naam? Hebben die voor mij een hal? De Tover, ja, voor mij. Nou, maakt niet uit. Mensen. En ik laat je even zien wat ze hier gedaan hebben qua kerstdecoratie. Want ja, daar dat zit je natuurlijk. Ja, dat is wel netjes. En daar zitten we natuurlijk op te wachten, want ja, daar kijken jullie deze volgende week voor. En laat ik je ook even zien in de hal daarnaast. Hebben we dat niet meer te doen en dan laat ik je de rest van de avond zien als het een beetje donker begint te worden, weet je wel. Gezelligheid. Heerlijk. Kijk, dit ziet er dus best wel goed uit met die verlichting hierboven. Er staan allemaal kerstbomen staan er neer. Er staat ook een grote kerstboom, we zijn op dit moment een show bezig. Nou ja, die laten we even gewoon voor wat het is. Maar zo zie je, ze hebben best wel wat uit de kast getrokken, zou ik maar zeggen. Nou mensen, we hebben hier een amateur in ons midden, dat is namelijk Raymond. Ik zeg, ja, het film even als wij de teacups in gaan. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan. Het rode knopje, meestal is dat film, hè? Ja, maar ik kan een omschrijving geven. Je ziet drie iets te oudere mensen die iets boven de doelgroep zitten van de attractie in de theekopjes zitten en dan heel hard ronddraaien. Ja, dan kun je zelf wel een beeld bij verzinnen. Ja, nou goed. Je krijgt nou nog een on-ride shotje te zien en dan gaan wij door nu naar de kerstlichting. Anders kan je de beelden van Kalkar bekijken, daar zitten ze wel in. Oh ja, beelden van Kalkar, ja, zeker. Oh ja, hier. Ja, lul, moet ik het weer in gaan zetten, daar heb ik geen zin in. Oeh! Oeh! Stop maar! Oh! Andere kant! Kijk, Tony straaien! Oeh! Andere kant op! Niet duizelig! Oh! Oh! De rem zit er al op! We komen daar vandaan, loods 1, en dan gaan we richting loods 2. En ook daar zie je weer allemaal verlichting. Kijk, die toren daar van achter en deze toren. En dan daar van achter de baanlampjes daar. Hier van boven weer verlichting. Maar kijk eens even dat funhouse hier, hoe dat eruit ziet. Dat ziet er ook goed uit. In de video van Walibi Belgium, daar kan je zien mensen de wintervideo, daar had ik het over dat ze iets moesten doen met de draaimolen. Maar kijk, hier hebben ze het dus mee, want hier zit verlichting in en hier komt die draaimolen heel mooi tot z'n recht in die kerstachtige sfeer die ze hier als winterdingetje neerzetten. Nou, winter feelings, dat moet ik natuurlijk zeggen. En zo past die mooi bij het geheel, want ik vind, en ik denk dat Tony dat ook vindt naast mij, dat een draaimolen juist iets is wat bij kerst hoort mensen. Hier zie je ook wat verlichting, mensen. En dat ziet er goed uit. Maar nu ga ik je nog wat speciaals laten zien.
Want hier kan je je laten sminken. En ja, daar hebben ze gedacht van, nou, hè, wij hebben humor hier bij Toverland. Wij gaan daar iets mee doen. Sminken en kerstversiering. Wat kan je daarmee doen? Nou ja, je kan bijvoorbeeld naar de Gamma of naar de Praxis gaan en dan zeggen van, we doen dit. En ik weet niet of je dat al gezien hebt, maar hier hebben ze kwasten ingehangen met verf erin. Lekker op beeld lopen, stadje vieze Duitsers. Ja, goed, dat is toch wel humor, vind ik. En ik had het net al even over die draaimolen, maar kijk, hier hebben ze dan ook weer wat terug laten komen. Paarden in de kerstmolen, of in de, ja, in de kerstboom. Paardenmolen, kerstboom. In dit gedeelte van het park is ja, niet zo heel veel te zien. Crisp met hout, vuur, daar ergens. En wat kerstbomen. Voor de rest valt het hier wel mee. Dus is niet zo heel erg veel sfeer en beleving. Maar wel genoeg sfeer en beleving. Ondertussen denk je, waar zijn ze nou toch weer beland? Wij zitten bij de, even kijken, de Flaming Feather, als ik het goed uitspreek. Nou, ik denk dat ik het goed uitgesproken heb, dat is ook de eerste keer. Verder. Ja, en we hebben als voorgerechtje genomen, allemaal voor mij hetzelfde, de ettensoep. De dutty ziet er lekker uit. Den snap, hè? Ja, steken we ze eventjes erin. Een bruin broodje. Is het wat? Ja. Maar van u nog. Is het wat? Dat denk ik ook, maar ik vind hem wel lekker. Ja, is goed, hoor ik het. Jij ook, Tommy? Ik vind het ook lekker. We hebben ook wijn besteld. De zoetelijke wijn, mensen. Ja, dan moeten we er even bij zijn. Colaatjes hebben ze besteld aan de overkant. De heer. Ja, is wel van mij, hè? Rob de Bel, hè? Ja. Zal ik ook even leuk even proeven? Want ik doe even achter de camera. Wie zit je te filmen, hè? Ja, jou. Ja, doe dat niet. Dat ik... Mensen, als iemand het eten goed kan uitdragen, dat het lekker eten is, dan is het Raymond. Dus ik moet Raymond zoveel mogelijk in beeld hebben. Heeft Toverland net gevraagd ook aan mij. Kan dat, alsjeblieft, want hij is zo goed in eten. In de eten laten zien. Dat is goede reclame voor ons, zei ze. Nee, het is geen Unox. Nee, toch niet? Nee, voor mij is het vers. Zal ik even mijn lepeltje doen? Dan kan het goed. Ik vind hem wel lekker. Ja. Ja, weet je niet, voor mij is het wel een soort van vers iets wat ze van... Het is goed, mensen. Laten we het daarop houden. Ja, mensen. De boel staat hier gewoon in de fik. Die vertonnen we nog. Er zijn een beetje meer benzine erop, man. Geen benzine. Of doen ze dat niet? Een beetje kerosine. Ja mensen, dit is dan de Mix Grill. Die heb ik besteld. Hij knet het wel lekker. Nee. Het ruikt wel lekker. Wel vette presentatie. Ja, het is wel vette presentatie. Dat moest je natuurlijk even op beeld hebben natuurlijk. Want... Ja, dat ruikt goed te houden. Nou, dan wil ik natuurlijk ook even weten wat dat Dustin heeft. Dustin heeft de stoofvlees. De Limburgse stoofvlees. Oh ja, Limburgse stoofvlees. Dat is met een zachte G. Het is voor mij nou wel een beetje met zo'n vleesding. Ja, een stukje uit de Groenrijk denk ik nog vergeten weg te halen. Ja. Maar de stoofvlees, moet kijken. Oh ja. Best wel. Er zitten gewoon goede blokken vlees in, hè? Ja, snap. Oh ja, je hebt een tuintje. En ik weet niet of het mals is, maar ik ga even kijken. Ik mis de frietjes nu. Denk het wel. Een heel circaal bos, maar ik denk van ja. Ja. Zijn er frietjes? Het is lekker mals vlees. Ja? Ik ga eens eventjes proeven. Goeie? Ja. Wij gaan even nog kijken naar Raymond. Want ja. Die heeft de... Hamburger. De burger. Ja. Ja. En? Het is, ben je tevreden van wat je hebt gekregen? Nou ja, het ziet er goed uit. Een mooie grote burger. Het vlees ziet er best wel dik uit, zeg maar. Niet zo'n slappe ding waar je van kant doorheen kijkt, net als de McDonald's. Ik zie stokkie, kaas, als het goed is hebben ze geen juin op gedaan. Wat is dit? En lekker. Ja. Moet ik nog meer zeggen?
Nou ja, zal ik maar even zeggen wat hij ervan vindt. Of ze mag gelijk een hapje nemen, maar dat is ook geen probleem. Frieten, sokken. Loop hier de kerstboom te roken. De friet is lekker krokant. En geen zout erop. Zal ik een hapje nemen voor de grap? Ja, voor de grap. Doe het eens voor de grap. Gaan we even lachen met z'n allen. Kijk eens, hij loopt al lekker te lekker. Hoe doe je dit eten? Ik heb hier zo'n vleesding van mijn neus eigenlijk. Ja? Ja. Ja. Ja, gewoon een lekkere, goede burger. Ja, wat we gaan doen, mensen, dat Tony en ik die doen dat even buiten bespreken, wat wij van onze Mixed Grill vinden, gaan we het even lekker van smikkelen, mensen. Heerlijk. Tony, ben je nou de spelbreker, jongen? Ja, ik... Nee, was die te heftig? Nou, zo meteen meer. Wij hebben allemaal hetzelfde. Hoe heet het dan ook alweer? Chocolade? Het was Moulin à chocolade. Ja, want de bananen hadden ze niet meer, dus die wilde eigenlijk Raymond hebben. Ja, ik wilde eigenlijk de banaan hangen op. Ja. Maar dit was de tweede keus. Dus we zijn daarvoor gegaan. Ja, Moulin à chocolade. Met een vanille-ijs, denk ik. Ik zie hier... karamel dingetjes en iets van kruimel dingen. En er zat dan ook niet iets van fruit in ofzo? Ja, iets van kerst, nee, zwarte bes ofzo. Die heb ik nog niet gevonden. Mooie bessen. Die zitten eigenlijk verstopt. Zwart zei je toch? Is het toch zwart? Blauwe bessen. Blauwe bessen, blauwe was het, blauw. Is het wat trouwens? We hebben alle kleuren van de regenboog. Maar niet heel erg voor mij persoonlijk verbazingwekkend ofzo. Oh. Daarom wilde ik eigenlijk die banaan hangen op. Ja, oké. Okay. Die ken ik wel, maar het is gewoon wel lekker. Ja, doet hij heeft het ook? Doet hij iets wat? Ja, het is goed te komen. Ja? Het is ook wel lekker, beetje koekjes en zo met chocola volgens mij. En rode bes. Ja. Was het nou rode bes toch of niet? Nee, en... Nou, van een lava cake denk ik. Een lava cake. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Het is gewoon van de Burger King, de hot brownie. In principe is het dat. Het is gewoon een hele dure hot brownie eigenlijk. Volgens mij in Burger King zijn er volgens mij ook al best wel duur. Alles wordt duur. Nou mensen, ik ga ook even lekker genieten. Zometeen meer als we buiten staan. Nou, ondertussen staan we weer buiten. Onze buikjes zijn natuurlijk gevuld, maar wij moesten nog even één dingetje doen natuurlijk. Dat was het Tony en mij. De Flaming Grill hebben wij genomen. Wat vond je ervan? Ik vond het super lekker. En leuke presentatie dat ze de boel in de fik komen steken voor je neus. Ja. Maar, ja, het was... En ik weet niet wat jouw mening is, maar mijn mening. Het vlees was allemaal precies gekruid en... Ja, ik vond het tikkie te vond ik het persoon, maar ik ben tegenwoordig gewend om wat minder zout te eten. Dan vond ik het wel. De gehakt was... dingetje vond ik minder lekker. Ja. Maar de kip die was echt super lekker. Ja, het was echt lekker. Ja. En de aardappelgratin, die was machtig. Is machtig, zo. Maar dat hoort gewoon bij. Ja. Maar wel op zich leuk, ja, lekker. Super lekker. Ja. Ik moet je zeggen, het was mij goed bevallen hier om hier te eten. Ja, vier snackies. Ja, hebben wij. Raymond weer gezegd hebben. Hebben we even jou meegemaakt. Raymond, wat geef jij voor cijfer aan dit fantastische eten vandaag? Oh, een 9. God, dat was goed, hè? Ja, maar het is de sfeer is goed, de ambiance. Het eten is goed, ja, de ambiance. Medewerkers zijn vriendelijk? Ja. En, medewerkers zien er goed uit. Ik weet niet wel uiteindelijk kwijt waren, maar het maakt ook niet zo heel veel uit, want het was wel lekker. Ja, ik weet wel. €189. Zo. Riep uit mijn lijf. Riep uit mijn lijf, ja. We hebben geen spare ups genomen. Nee, allemaal op de pet, die BV mensen. Dutty, wat geef jij voor cijfer? Ja, ook een 9. Ook een 9, ja? Tony? 9,5. Geen half puntje erbij voor de bediening, Dutty, trouwens? Ja, de bediening is een apart punt. Oh, dat is dan de 10. De bediening is een 10. Oké. Ja, nee, ik ga ook wel voor die 9. Ja, lekker eten. Ja, de bediening een 10. Bediening een 10, ja hoor. Ja. Wij werden net nog even vriendelijk, toen jij je had afgerekend was, werden wij nog vriendelijk toegesproken. Ja. Heeft ze de nummer nog genoteerd voor mij trouwens? Nee, heeft ze mij gegeven. Die heeft ze bij mij in mijn kontzak gestoken, dus mensen. We gaan weer even door met wat sfeer en beleving en kijken eens hoe dit er allemaal uitziet. Er is trouwens een nieuw themagebied, sinds dit jaar volgens mij.
En dat ziet er allemaal goed uit hoor, kijk eens. Maar ook met die verlichting daarbij, die daken en zo, het ziet er gewoon sfeervol uit. De nieuwe Freefall die dicht is wegens storing, maar ja, ze hadden wel wat verlichting aan mogen zetten wat mij betreft. Dat had net wat meer sfeer gebracht. Maar goed, je kan niet zeggen dat de sfeer heel slecht is natuurlijk. En kijk eens hoe dit er in de avond uitziet mensen, dat ziet er toch ook schitterend uit hè. Ook een station van Merlin's Quest vind ik er echt schitterend uitzien mensen, echt leuke verlichting. Ik denk dat Tony hier gewoon met een stijve loter door het park loopt. Kerstbomen en een churros kraam, geen idee van wie die is, maar voor mij is het van een exploitant al mensen. Wij denken zelfs Cameron, maar ja goed, dan moeten we nog even zien achter te komen. Goed, we gaan verder richting nog meer kerstbomen, het stikken van de kerstbomen en lichtjes. En dan hebben we daar nog een soort van ja, podium waar mensen ja, dingen lopen te doen. Ik weet eigenlijk nog niet wat hier gebeurt, maar er staan lampen. Dus ik mag ervan uitgaan dat hier toch een bepaalde act is op een bepaald tijdstip. Maar ik heb geen idee, want ik heb nog niks gezien. Maar het is ook weer zo'n typisch hoekje waarvan je denkt van ja, kerst baby. Avalon heeft al een poort, daar komen we vandaan, draaien wij door richting deze straat en die gaan we ook nog eens even uitlopen, want ik denk dat dat er schitterend uitziet hoor. Het ziet er nu al in ieder geval mooi uit met die ja, licht, de dingen aan twee kanten lichtstroken. Ja mensen, en kijk, dit zag ik vanochtend al, ik denk dat wil ik in ieder geval laten zien vandaag, want dit vind ik zo vet. Hier zit een soort van ja, struiken zitten er, daar hebben ze helemaal van die nette lampen, netten in gehangen. Met nog een lichtsnoer erbij, ik vind ik heel mooi, en dan die boompjes erbij. Ja mensen, sfeervol hoor, zal ik er nog een shotje? Laat ik zo meteen zien als we een stukje in de laan zijn. Ja, en dan een stukje verder zie je dit paarse lampje, speciaal voor, ik zal het naam noemen. Ja mensen, het ziet er goed uit daar achter de ijsbaan. Ik zal hem zometeen nog even in de avond laten zien met daar de glijbaan. En hier ook alle gebouwen die mooi verlicht zijn. Kijk eens eventjes. Ja, ik vind het er grandioos mooi uitzien mensen. Ik vind het echt, ja, ik hou ervan van kerstverlichting. Ik heb het al vaker gezegd. En als je het zo in zo'n omgeving zo weet te krijgen, vind ik vet, vind ik dik. Daar dus de ijsglijbaan met daarachter dus weer de schaatsbaan met de grote kerstboom met de verlichting erbij. Ja, ik vind het vet. Ik vind het sfeervol. Stukje verder zijn we weer. Dat zijn de palmbomen. Ja, dat horen ook een beetje bij kerst. Hè? Palmbomen, dat wordt de toekomst. Hè? Want over een paar jaar, als we de linkse kant van Nederland moeten geloven, groeien de palmbomen ook in Nederland. Dus ja, dan hebben we de palmbomen met verlichting. Nou, Toverland laat nu alvast even zien hoe je dat kan doen. Nou, dus rode verlichting erin. Oh, het is multicolor, want het gaat nu over naar groen. Dat kan je dus allemaal doen met palmbomen. Dus ook palmbomen, die kunnen we gewoon eventjes met de kerst, zal ik maar zeggen. Oh, dikke moving head daarachter. Dat is de ster van Bethlehem, hè? Want daar staat hij op gericht. De ster van Bethlehem met de verlichting natuurlijk. Als het 30 graden is, kan nog steeds sneeuw creëren. Dat doen ze hier in Toverland met sneeuwmachines. Dus ja, dat... Sneeuw. Ik hoop niet dat de vrouwen hier nat hebben van een natte sneeuw. Zal ik maar zeggen. Dat kan je wel zeggen natuurlijk, ja. Goed, we gaan weer verder. Bij het plein voor Troy kan je met het knisperend haardvuur en een marshmallow als je geluk hebt genieten van de kerstboom, maar ook van de drie gospels. Weer horen, la la la, schitterend. En het station van Troy ziet er erg goed uit. Het jammer is wel dat mijn favoriete achtbaan van Toverland wel dicht is. Ja, kijk eens. Dat zijn de drie wijzen hoor. Ah, schitterend. Take my heart and please don't break it, love.
was made for me. And you look at me. Oh, it's for the only one I see. If he is a very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Ook hier zie je weer allemaal verlichting, verlichte bomen en zo. Ja, het ziet er allemaal goed uit toch, hè? Verdomme, ik denk Tony dat hij echt... Tony is echt jaloers, toch? Tony, ja. Je bent jaloers, hè? Ja, ik heb zin in de kerst weer. Ja. Ik kan morgen de kerstboom weer van stal halen, hoor. Bekijk het maar. Ja, terugzet allemaal. Ja, ik snap het. Ja, fantastische mensen. Ik hou ervan. Nou, zo heb ik je een beetje een kijkje gegeven door het park. Vet met de sfeer. Ik hou ervan. Ik ga nu op het waterman. Die gaat er mee. Nou, dat dank je lekker. Zo, mensen. We staan niet buiten, maar het is wel de outro. Nu al. was de vlog. Ik vind dat Toverland er mooi uitziet. Wat vinden jullie? Zeker. Ja? Sfeervol. Ja. Jij ook, Raymond, vind je het ook? Zeker. Sfeervol? Ja. Ja, op de meeste plekken wel. Ja. Ik heb genoten van de drie gospels, als ik het zo mag zeggen. Ja, en de drukte? Nou, de drukte was... Ja, weet je, dat is... Ja, de moet, ik mag er eigenlijk niks over zeggen, want Raymond zegt... Ja, laatste weekend en je weet dat het druk kan worden. Je moet daar niet te veel over zeiken. Iedereen wil toch nog even Nou, je mag er best over zeiken, hoor. Zelf ook, maar je had het wel kunnen verwachten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Nou, ik had het niet verwacht, want ik dacht misschien zijn mensen er na zoveel weken wel een keer klaar mee. Ja, het is stampeu zijn. Ja, dat had ik eigenlijk gehoopt, maar dat is dus niet zo. Waardoor we niet heel veel attracties hebben kunnen doen, maar wel de sfeer hebben meegekregen. Lekker chocomelletje gedronken met de appelstroedel, jullie. Lekker op het gemak daar gezeten, zeg maar. En dan een beetje rondkuieren zo. Ja. Dat is wel leuk. Ja, en hoeveel attracties hebben we nou al gedaan? Hey. Nee. Ja, drie, wij dan drie. Ja. En dat zijn dan niet de noemenswaardige attracties. En... Ja, de teacups. Ja, zonder attractie. Als ik zeg dat er geen attractie wordt, worden de toverlatvappers boos. Ja, dan zeggen ze, potverdomme, ja, dat is ook een attractie. Ja, nee, dat is wel een attractie. En we hopen dus om er nog een paar bij te prikken, want ja, het is nog niet helemaal ons einde van de dag. Maar al met al, sfeer is goed, sfeer en beleving vind ik echt dat dat goed is bij Toverland. Ik denk dat Toverland daar steeds sterker in wordt. En dat Toverland dat erg laat zien met deze kerst, met dit kerstevenement, dat ze dat ook echt doen. Winter feelings, ja, zo moet ik het zeggen. Ik heb er een mixed feelings over, maar... Want dan? Wat dan? Nee. Ik wil Tom praten, ja, als Brabander zijnde, maar... Er zit geen publiek. Oké. Oké. En we hebben lekker gegeten bij de Flaming Grills. Oh ja, Flaming Feather. Oh, Flaming Feather, dat bedoel ik. Dat was echt tip-top in orde. Ja, dat was echt wel... Ja, ja, dus al met al hebben we... In een pretpark, ja, sowieso, ook los. Als zou dit losstaand zijn, dan zou dit goed zijn. Ja, dus al met al denk ik dat we niet de dag hebben gehad die we gehoopt hadden te doen. Nee. Maar wel een dag die oké is en waarbij we in ieder geval de sfeer hebben meegekregen. En dat is natuurlijk ook belangrijk bij Winter Phoenix. Ik heb wel alles gedaan wat ik wilde. Dat was alleen het eden. Ja, 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 dat is super meegenomen. Dus wat we niet doen, ja, dat maakt me niet. Goed, bedankt voor het kijken mensen, abonneer op dit kanaal. En als je nou afvraagt, hè, want dat hebben we natuurlijk in Walibi ook gezegd, ja, zo duur was de kerstverlichting waar ze in geïnvesteerd hebben. Dan kan ik je vertellen hoe duur de kerstverlichting is geweest bij Toverland. Dat is misschien nog even leuk, want we hebben natuurlijk goed geïnvesteerd in de kerstverlichting. Dat is namelijk 1 ton. Ja, dan weet je dat ook weer mensen. Doei!